Nou, ik ben Johan Christ. Ik ben derdejaars student archeologie. Theorie gaat er vooral in op het onderzoek. En de praktijk is dat opgraven. En dus hoe kom je aan de informatie die je nodig hebt voor je onderzoek? Nou, in principe leer je... Je krijgt een vak dat je wat voorbereidt op het veldwerk. Maar in principe leer je het veld echt op het veld. Dus in het eerste jaar eigenlijk al direct een maand opgraven. En daar leer je dus eigenlijk de basisdingen van een goede opgraving. Hoe je jezelf, waar je rekening mee moet houden. En wat je niet mag doen, wat je wel mag doen. Ja, je mag sowieso niet overal op de opgraving lopen. Dus, en dat is heel belangrijk, alle vondsten moet je inleveren. Okay. Ja. Waarom moet je die allemaal inleveren? Nou, toch wel belangrijk is dat je niks van je informatie zich mist. Ja, het is gewoon sowieso eerlijk. Je doet de opgraving namens de universiteit of namens een ander bedrijf. En dan ja, dat hoort allemaal ingeleverd te worden. Nou, die vondsten die worden eerst onderzocht. Echt, is er informatie uit te halen. En uiteindelijk worden ze in een depot gestopt. Heel jammer eigenlijk. Yeah. Ja. Okay. Of ze komen in een museum, in een tentoonstelling. Nou, uiteindelijk gaat het archeologie gaat over de mens. En dus eigenlijk hoe de mens vroeger met zijn, met zijn materiaal is omgegaan. En ja, dat vind ik toch wel heel leuk. Kijken hoe zit de oude, zeg maar de maatschappij van de mens van vroeger, hoe zit het in elkaar. En dat boeit me toch wel heel erg. Ik vind het mooi dat ze nu dan eens even wat weggooiden, zodat wij dat nu kunnen opgraven. Voornamelijk word je archeoloog. En dan, daarin heb je dan een aantal stromingen die je dus zelf kunt kiezen uiteindelijk in het derde of vierde jaar. Dus je kunt of de datering kant uit, dus dingen dateren, of je kunt de conservering, dus dingen bewaren eigenlijk. En ja, daar heb je eigenlijk een eigen keuze. Maar mij trekt het onderzoeken meer. Je mist natuurlijk wel de spanning van de opgraving. En de dingen, leuke dingen die je uiteindelijk vindt, of niet. Ooit nog eens perfecte schatten vinden, dat is wel de droom. Meestal is natuurlijk al gevonden, de leuke dingen. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat er onder de grond nog zit. Dat is altijd afwachten.